Welkom bij deel 2 van de dagelijkse video. We hadden vanavond avonddienst met Valentijn. Valentijn zit heel ongemakkelijk. Hij denkt, ik wil niet op beeld. Maar jullie vonden de vorige leuk, dus we dachten, we gaan het gewoon nog een keer doen. En dan kijken we hoe het uitkomt. Uiteraard krijgen jullie op zondag nog gewoon de normale weekcompilatie ook. Maar als aanvulling vond ik het eigenlijk wel grappig om dit te doen. Naar aanleiding van de video's, of de reacties, denk ik ook. Dus tada, daar zijn we weer. Dit belooft weer een mooie aflevering te worden met een hoop verschillende meldingen. Wel pech, geen schades. Deels. Dat is niet helemaal, hè. Maar goed, veel kijkplezier. Barendrecht met Tim, goedemiddag. Twee Yankee staat er ook één op de vluchtstrook. Ik weet niet of die ook echt wat heb, maar... Oké. Ja? Ja, is goed. Oké, okay, doei. 20 meter. Naast die auto waar we net voorbij rijden, wij stoppen daar nu niet voor. En dan denken jullie, waarom stopt die niet? Omdat wij onderweg zijn naar een pechmelding net uit de tunnel. Je hebt daar geen vluchtstrook. Dus ja, daarom staat er hier voor de tunnel ook al een kruis op de weg. Zodat wij, dat er niet iemand opeens achterin rijdt. En een ongeval hoor ik nu. Het is dinsdag, het regent, dus het belooft een drukke dag te worden. Dinsdag en donderdag zijn de dagen waarop de meeste parttimers werken. Dus is het drukker op de weg. Nou, en de spits begint al aardig. Dus ik ben benieuwd wat we vandaag allemaal gaan meemaken. Rijden en we lekker band alleen maar. Oh, hij beter. Kan zo optrappen. Oké, okay. Mooi. Maar ik stond met Eddie boven bij die andere. Ja, ik zag ja. Het daar... Moest het allemaal weer aangekeken worden, pijn in de borst. Oh. Ja, okay. Kan je niks, ja, kan je zeggen nee, maar... Nee, ja, dat moet ik. Ging door, dus... Hallo. Deze brengt een lekker band links voor. Ik zet hem er even op voor ze. Ja. Lekker even buiten hier, Westen. Ja. Hallo. Please don't use the clutch or touch anything, okay? Okay, okay. We go to the next, yeah, leave it in one. Okay. Yeah? Ik ga ze afzetten. Okay. Tot de volgende. Aan jouw kant instappen. Er komt veel te veel vrachtverkeer voorbij. Op naar de afrit. Mensen spraken slecht Engels. Maar die vrouw die in de auto zat, viel trouwens best wel mee. Die vroeg ook gelijk, wat doet de jongen met die camera daar? Dus even lief uitgelegd dat jij, de cameraman, mijn werk filmt. En dat ze niet bang hoeven te zijn dat ze ergens opkomen. Want ja, iedereen wordt natuurlijk altijd onherkenbaar gemaakt. En dat is niet voor niks, want niet iedereen vindt het leuk. Wat ik ook snap. Dus, maar we gaan nu naar de afrit, gaan we ze afzetten. Hallo? Ik ga naar de Logic naar je toe. Ja? In Rotterdam, als je daarna op de olie wil gaan staan. Ja, dat is goed. Oké. Okay. Oké, okay, doei. Ik sta hier toch liever midden in de zomer, zeg maar, het water. In plaats van met die regen. Oké.
Okay, you can start the engine and go slowly backwards into the parking spot. Okay. Yeah? Okay, that's it. Good luck. Okay, thank you. Yeah, you're welcome. Bye. Nou, we hebben de auto afgezet en zoals jullie net aan de telefoon hoorden, gaan we nu naar een Logix-melding. Logix is de dochteronderneming van de ANWB. Die besteden deels het werk uit aan onder andere ons. Dus als ze dan iemand niet verder kunnen helpen met pech, gaan wij diegene ophalen en naar de garage toe brengen. En daarna gaan we naar de Holy, Vlaardingen Holy. Voor de mensen uit de buurt waarschijnlijk niet onbekend. Daar ga ik dan stand-by staan op een strategische plek. In dit geval is dat de Shell die daar zit. En vanaf daar kan ik heel snel de A4, de A20 en als het moet ook nog de tunnel door naar de A15. Dus dat is gewoon een slimme plek. Zo staan we een beetje verdeeld over heel onze rail. Zodat we overal zo snel mogelijk te plaatsen zijn. Maar we gaan eerst die Logix-melding doen. Ik spreek met Tim van Barendrechtberging. Hallo. Ja, goeiedag. Ik ben er over 6 minuutjes volgens de navigatie. Ja, oké, okay. Dat is goed. Ja, tot zo. Okay. Yes. Deze tere zootje. Tim, aangaan. Ellende. Maar hij start niet meer. Nee, hij brandt. Die wegenwacht was geweest. Hij zegt, mag niet rijden. Mag niet rijden? Brandt die brandde lucht hier binnen. Oké. Okay. Dus hij moet weg. Mag van u de sleutel? Ja. Yes, dank u wel. Maar even snel fotootjes maken van de auto, dan ga ik hem erop zetten. Even kijken hoor. Ja. Nu is die open, denk ik. Maar benzinelucht of zo? Nee, geen benzinelucht, een elektronische branding of zo. Oh jee. Als je start, moet je kijken wat. Nou, hij start ook helemaal niet meer. Jawel. Oh nee, hij heeft die accu eruit gehaald, los. De accu los? Ja, we hebben mijn accu losgemaakt, ja. Oh, oké. Okay. Je kan het wel hier openmaken, dan kan je misschien... Maar de lampjes branden wel, dus het is raar als dan heel de accu eraf... Of hij heeft twee accu's? Ja, hij heeft twee accu's, maar... Oh ja, ruikt wel. Eentje losgekoppeld. Dit, hè? Top. Ja, hij is helemaal los, ja. Ja. Hebben we hem losgemaakt. Okay. Nou, laten we hem maar loslaten dan, voor de zekerheid. Daar hebben we brand. Ja, omdat... Hij was aan het draaien en dan ruikt een elektronisch of zo verbrand. Oké. Okay. Daarom hij zegt, beter niet naar de garage rijden. Oké. Okay. En dat wordt duur dan. Even kijken hoor. Mag het wel aanzetten, maar of zo, weet ik niet. Maar... Ja, zal ik eens even, want met duwen, dat wordt één groot drama. Je mag hem wel aanzetten. Ik ga even proberen, ja. Even kijken als hij niet... Dat anders moet je gaan duwen. Ja. Even kijken. Deze leg ik even in de auto. Die hebben ze daar bij de garage ook nodig. Moet die ook eraf. Even kijken. Als die niet knettert, dan... Kijken of die start. Dan moet hij rusten.
Maar voor de zekerheid wel even de accu los. Nou ja, ik ruik op zich niks raars, maar goed, hij zegt dat natuurlijk ook niet voor niks. Heeft u trouwens een rijbewijs bij u voor de leenauto dadelijk, ja? Oké, super. Fotootjes toevoegen aan, aan de melding. Op de snelweg doe je dat nooit, maar met zulke meldingen doe je dat altijd. Om schadeclaims te voorkomen maken we altijd foto's van de auto's, zodat mensen nooit kunnen zeggen, hé, hey, die schade zit er opeens op. Is in het verleden wel eens fout gegaan. Meneer, u mag instappen, dan gaan we naar de garage toe. Okay. Ja? Bij de... Ja, daar gaan we eerst heen en dan gaan we naar ons depot voor uw vervangauto. Oké. Okay. Ja, stap maar in. Mijn vrouw alleen in de zaak, hè? In de zaak? Ja, ik heb een zaak en het staat helemaal door die auto ben ik hier gekomen. Oh. En wat voor zaak heeft u dan? Kijk uit voor de vinger, ja. Wat voor zaak heeft u? Broodjeszaak, de ballentent, ken je die? Ja, de ballentent, die ken ik al. Dat is van u, de ballentent? Nee. Oh, daarnaast? Daarnaast. Ah, oké. Okay. En wat voor broodjes hebben jullie? Alle lekker broodjes. Ja? Maar lekker Surinaamse broodjes. Surinaamse broodjes? Ik ben geen Suriname, maar ik heb wel lekker broodjes. Barakekeri. Ook. Dat is echt mijn favoriet. Nou, dan kom ik een keertje lekker. Ik kom een keer bij jullie eten, beloofd. En zijn jullie dan alleen 's middags open of ook samen? Altijd, de hele dag. Hele dag? Tot 7 uur. Oké. Okay. Lekker. Ja, nu ben ik hier de wacht van de wegenwacht. En mijn vrouw staat helemaal alleen in de zak. Ja. Nou ja, dan gaan we nu zo snel mogelijk uw auto naar de garage brengen en zorgen dat u een vervangauto krijgt. Dan kunt u helpen met broodjes maken. Nou, straks pak ik de file. Ja. Hier bij de Euromast, dan is een rare dag vandaag voor mij. Wij zitten zeg maar aan de andere kant van Rotterdam, maar u kunt bij ons rechtdoor precies de Maastunnel in. Oh, dus dan bent u zo... die tijd, nou, daar ga ik echt niet in. Nee? Nee. Nou, te druk. Breng ik naar de garage, nee, daar ga ik echt niet in. Dat dan dus, ben ik 9 uur nog thuis. Ja. Oké, okay. Nou ja, dan via de snelweg natuurlijk. Nee, ik ga het echt niet... Hoe rijdt u dan vanaf Zuid naar Noord? Via Maastunnel. Maar ja, als je de auto daar verder, dan ga ik echt niet weg. Dan neem ik geen auto. U wilt geen vervangauto dan? Anders gaat het niet. Red ik het niet vandaag. Oh. Red ik het niet. Red ik het niet. Oké. Okay. Dus dan gaan we naar de garage uw auto afzetten? Ja. En dan daarna? Dan ga ik naar de zaak. Zal ik u even brengen dan? Ja, als het zou kunnen. Ja, dan. Tuurlijk, doen we. Omdat anders ben ik de hele dag, vooral nu is de file straks, weet je wel. Ja. En ik weet hoe deze weg hier, vooral Maastunnel. Ja. Maar u zegt, ik ben niet Surinaams, maar... Ik ben Kaapverdiaan. Kaapverdiaan, maar daar kunnen ze ook goed koken. Toch? Daarom kunnen wij... ja, maar ik heb Aziatisch en Spaans en Portugees koken. Oké. Okay. Daarom, ja. Ik ben wel benieuwd. Ik heb een grote opleiding daarvoor, dus... Dus u maakt de beste broodjes. Goede naam ook. Ja? Ja, ik ben niet zo heel thuis daarin, sorry. Maar u maakt dus de beste broodjes van Rotterdam. Zeg ze dan. Ja? En dan, ik zeg het niet, maar het staat wel op internet. Als ik dan toch zo u ga afzetten, neem ik gelijk een barakekeri mee. Mag dat? Ja, zeker weten. Oké. Okay. Ik heb 45 jaar non-stop gewerkt. En wat deed u voordat u die broodjes zag? Ik heb altijd op de lijnbaan gewerkt. Oké. Okay. Ik heb ook in een parkhotel gewerkt, als kok vroeger. Dus met eten zit er al wel heel veel in? Altijd met de keuken. Lekker hoor. En heeft u al plannen voor een pensioen? Jawel. Ik ga lekker naar de Kaapverdisch eiland. Oh, lekker. Lekker naar een mooie paradijs. Ja, naar de zon in plaats van die stomme regen. Oh, ik heb ook een prachtig mooie villa daar gebouwd ook.
Oké, u heeft daar ook een huis? Een mooie villa gebouwd, echt waar. 352 vierkante meter. Zo, dat is wel flink groot, ja. Blijf in buitenland. Daar en een vreemdeling hier. Dubbel, ja. Ja. Dat hoor je heel vaak, ja. Ja. Daar ben ik een buitenlander. Dan moet ik onder 6 maanden moet ik een visum aanvragen. Oké. Okay. Maar ja, dat heb ik er zelf voor gekozen. Ik heb een hart, ik heb mijn hart aan Nederlandse nationaliteit gegeven, klaar. Ja, ja. Maar goed, als u dadelijk daar naartoe kan met die pensioen, is het natuurlijk wel lekker. Ik ben wel jaloers, ik zou ook wel naar de zon willen. Als je zo lang zo hard hebt gewerkt, dan mag je toch precies, best daar ja, lekker ja, gaan genieten precies, van de zon? Ja, ja. Zeker weten. Ik ga even vragen, had u al gevraagd iets aan ze? Ja, hij weet het wel. Ik had hem al gebeld. Ik ga even vragen waar hij hem wil hebben. Ja. Taliban, werk u. Morgen. Ik heb een auto voor jullie. Waar wil je hem hebben? Ik ben geen eigenaar. Nee? Nee. Wie wel? Hij ruikt een brandlucht als die accu erop staat. Hoi. Misschien wel een kleine wet. Hoor je hem aan? Hoor je alleen? Wat voor ik ga dadelijk de caddy weghalen, gaan hem daar neerzetten. Als je het met hem? Ja, dan rijd ik hem alvast even eraf en dan heb je de ruimte. Ja. Goeie handrem. Mag wel met die accu aan, of niet? Nou, hij stinkt wel. Ja, hè? Ja. Maar ik heb hem weer eraf gehaald. Ja, hij stinkt het wel, hè? Ja. Ja, daarom. Ik weet niet wat is... Kan u gelijk de sleutel geven? Ja. Die accu is los. Want als je accu erop doet, begint het te stinken. Ja, er is kortsluiting of zo. Ja, dat wel, ja. Ja? Dan hoor je het van Oké, als die ermee stopt, dan... Net als een rare vrouw. Gelukkig, ik heb maar één rare vrouw in mijn leven gehad. Nu wel een goede vrouw. Oh jee. Ik ben gelukkig al 45 jaar gelukkig getrouwd. Al 45 jaar? Ja. Dat is al best lang, ja. En gelukkig nog, hè? Ik heb een uitstekende goede vrouw. Denken aan de tijd. Denken aan jezelf. Denken aan een ander. En dan kom je altijd verder. Hoe haast je maken, hoe laat je komt. Hallo. Ja. Waar komen uw man brengen? Ja! Eindelijk! Ja. Daar is hij. Was hij bang voor mij? Dat ik het niet meer... Dat ik niet meer terugkom. Ik ben nooit te bang. Nee, dat gelukkig. Maar kijk, deze meneer is benieuwd voor een bare kipcurry. Ja. Ja. Wat willen jullie drinken? Ik ga naar binnen. Ja, dat is goed. Ik moet even. Bare kipcurry op het mooiste plekje van Rotterdam. Nou, maar dan een heel klein beetje. Ja? Ja, want... Neem je mee of ga je hier eten? Ja, nee, ik neem ze mee in de auto wel. Oh, nee. Onderweg smikkelen. Dan doe ik een beetje apart. Ja, maar wel echt een klein beetje hoor. Ja, ja, ik doe het een beetje apart. Ja, is goed. Voor de smaak. Is me net even een paar keer dopen, want het is allemaal niet zo gezond voor mij, hè? Ja, voor niemand toch? Ik heb spieren op het moment. Ja, maar jij kan het hebben. Ja. Dat is ook vervelend hoor, als je niet kan aankomen. Ja, ja, dat is ook vervelend. Dat is de andere kant. Ja. Nee, ik hoef hem maar naar te ruiken en dan kan ik kilo's waarden. Kijk eens. Dankjewel. Deze maken. Wat krijgt u mee? Nee. Ja, ik moet wel betalen, anders... Nee, daar heb ik het zelf aangeboden. Jullie hebben heel de tijd mij geholpen. Precies. Dankjewel. Veel succes met de auto. Bedankt. Ja. En eten maken. Ja, dat komt denk ik wel goed. Ziet er echt goed uit. Dankjewel. Nou, dat smaakt het wel goed hoor. En we gaan gelijk eten. Bedankt. Doei. Tot de volgende keer. Joe. We gaan even...
We gaan hem proeven. Hij heeft niet gelogen. Ja, dat is echt serieus lekker. Daar ga je vaak heen. Zeker ook voor het mooie uitzicht. Maar die brood is echt goed. Lekker man. Gelijk even kijken wat er allemaal nog open staat. Nou, voor ons niks. Dan gaan we naar de Holy, zoals ik net zei. Dan gaan we daar stand-by staan. Non de huur van een goed broodje. Die mensen gaan op het allerlaatste moment invoegen, waardoor je vol in de remmen moet. Zo irritant is dat op dit stuk. Oké, dan kijk af en toe, hey, toevallig hier dan. Op Flitsmeister kijk ik dan of er ergens stilstaand voertuig is. Nou, hier zie ik er een. Klik ik erop en dan kan je zien hoe vaak die bevestigd is. Oh, even kijken hoor, als die het doet. Ja, hij doet het. Nou, hij is 3 keer bevestigd. Dat, ik ben toch in de buurt. Dus gaan we even kijken of die er ook echt nog staat. En als dat zo is, gaan we hem gelijk uit zijn lijden verlossen. En van de snelweg afhalen. We gaan die kant op, gaan we even kijken. Het is dus geen personenauto, maar een heel langzaam rijdende vrachtwagen. Wat hij daar doet, weet ik niet. Maar we gaan in ieder geval even de verkeerscentrale bellen om het door te geven. Hé, hey, Tim, Baandrecht. Hey, op de A20 rechts, ongeveer bij 20.5, 20.6, daar rijdt een vrachtwagen stapvoets over de vluchtstrook. Stapvoets over de vluchtstrook? Zie. Oké, A20 rechts, 20.5. Ja, ik ga even kijken of we hem erbij kunnen pakken. Misschien dat hij naar de afrit toe aan het gaan is, dat weet ik niet, maar hij rijdt heel langzaam. Ik ga zo kijken of wij dat niet op de vlucht zou kijken, omdat we net ook nog een paar ongevallen hebben. Ja. Dus dan kijk je vanuit, ik hoop dat voor het melden. Yo, geen probleem. Toppie. Hoi. Zo doe je dat. Yo, hey, ik denk dat het slimste is als ik naar het midden ga nu. Ja. Dan pak jij een lunch in Schiedam. In Schiedam, ja. Ja, dan ga jij dat doen. Dan los je mij af op het midden als je daar klaar mee bent. Dan ga ik naar Rotterdam. Oké. Okay. Of naar Vlaringen. Oké, okay, is goed. Maar zal ik dan naar het midden gaan? Dan doe jij die Schiedam naar Vlaringen. En als jij die hebt gedaan, dan pak ik die andere in Rotterdam. Ja, is goed. Thanks man. Yo. Hoi. Hoi. Hallo met Tim, Baandrechtberging. Hallo. Hallo. Ik zou uw auto opkomen halen en een vervangauto bij u komen leveren. Ja, tuurlijk. Net gekeken, en ik kom eraan. Ja, oké. Okay. Je weet waar ik sta, toch bij de tekstzaken. Ja, Westlandseweg. Kom ik daar naartoe? Ja. Ik ga er nu heen en dan wat heb je voor mij nodig voor de gegevens? Ja, een rijbewijs en een bankpas voor de vervangauto hebben we straks nodig. Ja, oké. Okay. Zie ik u zo. Yo. Yo, hoi. Naar Vlaardingen aan het rijden waren, reden we hier op de oprit bij Schiedam en kregen we toevallig een melding binnen dat er 500 meter verderop een auto met pech staat. Dus die gaan we er even opzetten en gelijk weer eraf. En dan gaan we alsnog naar Vlaardingen. Het portaal doet het niet, dus mensen zien niet dat er een kruis staat, waardoor je dus eigenlijk krijgt dat iedereen gewoon doorrijdt. Goedendag. Hallo, wat is er aan de hand? Ik denk dat er koppelingsplaten niet meer werken. Oh, nee, zo ruikt het wel, ja, alsof de koppeling niet meer werkt. Ja. Oké, okay. Nou, dan ga ik u meenemen naar de afrit en kunt u daar de pechservice bellen. Is dat goed? Ja, dat is het. De auto van een collega automobilist, die heeft gebeld. Oké. Okay. Dus die heeft wat gezegd. Nou goed, ik ga u bij de tankstation afzetten en dan kunt u daar even verder op inschakelen. Ja, ja, daarom komen wij u nu weghalen. Oh. Hallo. Portaal is kapot, hè, daar. En die ook. Ja. Dat is lekker. Ik dacht al dat je hem daarom zou neerzetten. Ja, maar ik heb er niet voor gekozen, maar ja. Ja, ja, je moet wel. Iedereen rijdt er door. Meneer, zijn koppeling ligt eruit.
Ja, dat ruik je gelijk, hè? Hij voelt zich. Ja hoor. Wat gaan we doen? In zijn eigen auto laten of bij mij instappen? Ik zou hem lekker laten zitten, denk ik. Ik denk het ook, hè? Ik weet niet eens of hij nog geweest is om in te stappen, om het zo maar te zeggen. Ja, precies. Mijn idee. Oké. Okay. Gaan we wel even zijn stuur draaien. Ik ga heel even het stuur draaien. Dan kan ik erbij aan de andere kant. Ik doe heel even uw raam open. Dan kan ik sturen als ik hem erop trek. Niet schrikken, dan gaan we naar voren. Ik was onderweg naar Vlaardingen. Dat ga ik zo wel even proberen door te steken. Want dan kan ik hem bij tankstation afzetten. Je hebt een beetje op 400. Ja, moet lukken. Wat gebeurt er? Bent je auto bijna geraakt? Zo. Kunt u de handrem voor mij zo hard mogelijk aantrekken? Ja. Ja? Oké, super. Dan gaan we naar de afrit. Ja. Blijf rustig zitten. Alsjeblieft, verder nergens aankomen. Nee, doe ik hem. Nee? Vrienden, bedankt voor de zorg. Ja, geen probleem. We gaan u dadelijk even verder helpen, ja? Doe ik de deur weer dicht. Gaat er daar achter de auto van Rijkswaterstaat, gaat nog iemand op de vluchtstrook staan. Oh, hij gaat weer rijden, weet ik. Nou kan hij niet invoegen. Gaat hij al? Perfect. Perfect. Ga ik langzaam kruisen naar links. Dan is een beetje extra rond. Dan is een beetje extra rond. Ja, als ik het niet haal wel. Maar ik ga het wel proberen, want ik ben nu onderweg naar iemand in Vlaardingen. Oh, dan ga ik hem lossen. Dan doet die andere man laden, maar dan kan ik hem gelijk even helpen met de ANWB bellen en zo. Want anders staat die andere man zo lang te wachten. Ja, ja. En deze meneer heeft veel hulp nodig. Dus kan ja, daarom. Nou, goed man. Tot de volgende week. Waarvoor we er nu samen voor kiezen om die meneer zijn eigen auto te laten zitten. Dat meneer is flink op leeftijd. Dat is natuurlijk onbeleefd om te schatten, maar echt wel flink op leeftijd. Dus het is eigenlijk gevaarlijker om die meneer in en uit die vrachtwagen te tillen dan dat hij gewoon in zijn eigen auto blijft zitten. Dus ja, daar heeft hij ook gewoon zijn gordel om. Die auto staat vast aan de kant op. Dus ja, het ziet er altijd meer een beetje raar uit dan dat het daadwerkelijk echt gevaarlijk is. Dus we gaan nu naar die klant in Vlaardingen die op ons staat te wachten. Die meneer zetten we daar gelijk af en bellen we even de ANWB voor hem. Zodat hij verder geholpen kan worden. Dus ja, dat is het eigenlijk een beetje. Op naar Vlaardingen. Hoi. Hoi. Je vraagt, heb jij een auto op je wagen al? Ja. Ja, als je maar ziet, je ziet me af zijn. Ja, klopt. Ik kom naar je toe. Komt goed. Yo. Yo. Hoi. Tim, van YouTube toch? Ja, ik heb vandaag een cameraman bij me. Ja, weet het. Hoe is het? Tim. Ja, goed. Ben jij ook? Geleden. Ja, normaal Speenkruidstraat toch? Is dat zo? Ja, je komt dadelijk weer bij mij bij de Speenkruidstraat. Oké. Okay. Dus, hey, bandje. Bandje, ja. Hey, die meneer die ik bij me heb, die ga ik er zo even afgooien. Dat is een hele, tenminste een meneer op leeftijd. Dus ik ga even ANWB voor hem bellen dat hij verder geholpen wordt. En dan doe ik jou erop. Rij jij mee voor die vangauto, moet ik hem bij thuis brengen? Wat wil je? Je had wel afgesproken thuis, toch? Ja, dat is goed. Geen probleem. Dankjewel. Hé, even kijken. Nu heb ik dan alleen jouw rijwijs, of je uitsleutel nodig. En that's it eigenlijk. En je rijwijs en zo heb ik dan eigenlijk daar nodig. Waar is daar? Thuis. Over mij thuis. Ja, want dan heb ik dat appie met de sleutel van die auto. Ja, toch? Doe jij hem uit voor me? Ja, is goed. Ik ga hem even uit doen. Oké. Hij is uit? Ja. Je mag gewoon... Ga ik even die man hiernaast afzetten, even helpen. Ik ben blij dat je al bij me komt, weet je. Ja, tuurlijk. Geen probleem. Dan handel ik af. Is goed. Ik zie je zo. Stuur mij even appie met je adres, alsjeblieft. Ja, ga ik zo doen. Ja, thanks man.
kijken hoor. Gaan we gelijk even Logix bellen. Welkom bij Logix. Meldkamer mobiliteit. Hallo. Meteen baanrecht. Hoi, ik heb net een meneer van de snelweg afgehaald. Die is ook lid van de ANWB, maar meneer is flink op leeftijd. Die heeft zelf geen telefoon of iets om te bellen. Kan ik bij jou terecht of moet ik wat anders doen? Maar ik heb wel een momentje. Het ook die YouTube-video's, toch? Ja, dat klopt, ja. Ja. Dat klopt. Kijk jij ook altijd? Ja, wat leuk! Nee, maar dat is ook de bedoeling dat de eerste ANWB er komt. Maar omdat die meneer, die is ja, redelijk op leeftijd, die heeft zelf geen telefoon, die kan niet bellen. Daarom denk ik, probeer ik hem even verder te helpen. Maar kan je mij doorverbinden met de alarmstraal? Of met de, hoe heet dat? Van de wegenwacht. Of wordt dat lastig? Meneer, u mag de handrem ervan afhalen. Ja. Ja. Dan ga ik u langzaam naar achter laten zakken, niet schrikken. Zet de handrem er maar op. De handrem mag er weer op. De handrem mag er weer op. Draai ik even uw stuur weer naar rechts, kan ik mijn bandje loshalen. Doe ik de deur weer dicht, hè? Dan is het lekker warm. Lekker bezig, dankjewel. Doei. Wat een vriendelijke dame. Ja, echt serieus. Ja, ik heb hem. Fantastisch moment. En ik zeg, ja, nee, wat fijn dat u ons bedrijf heeft. En je hebt hem dus van de snelweg afgehaald. Ja. Dan vader zegt, ja, de 01. Fantastisch. Kun je tegen die meneer zeggen dat hij daar moet wachten? Hij wordt dan niet gebeld, want hij heeft geen telefoon. Nee. Oké. Hij moet rustig afwachten totdat de wegenwacht er is. Oké. Nou, kom vast helemaal goed. Ja. Ja. Ik ga doorrijden. Super, dankjewel. Oké, dag. Dankjewel. Ja, geen enkel probleem. Voor de zorg. Geen probleem, dat is ons werk. Dus de ANWB komt hier naartoe. Het kan heel even duren, want het is natuurlijk hartstikke druk met die regen en alles. Maar ze komen helpen. Gelukkig. Ja? Vrienden, bedankt. Oké, hele fijne dag verder. Doei. Koffie. En, ik weet niet waarom vandaag, we hebben echt al een gratis broodje gehad en vlees Fanta. En nu ook een gratis koffie. Het is mijn lucky day, ik ga lekker staatslot halen denk ik. Ja, we hebben dus die meneer geholpen met de ANWB en nu gaan we even die BMW opladen. Ik zet expres mijn auto even hier, omdat dit een hartstikke druk punt is door restaurant De Gouden Driepoot. Ja, achter. Band fout altijd om je velg heen. Dus dan maak je ook nooit velgschade. Tenzij je natuurlijk nou over de snelweg gaat rijden. Dat gaan we niet doen. Oké, we gaan weer, anders op mijn koffiekoud. Plannen zijn gewijzigd, zoals altijd. Welkom in de berging. We waren onderweg naar de zaak om daar de BMW af te gooien. De leenauto op te halen voor die meneer in Vlaardingen. Dat is dus gewijzigd. We gaan nu eerst met de BMW nog achterop naar de A15 links 62. Om daar een
pechgeval weg te halen. Mijn kachventilator is kapot, die gaat goed. We gaan dus naar 62-1 op de A15 links voor een pechgeval. En dan hoop ik dat hij geen lekke achterband of zo hebt, want dan moet ik dollystel gaan opbouwen. Voor mij heb ik het al eerder verteld. Is dat wel zo dat ik dat moet doen? Ook niet erg, hoort erbij. Maar als het niet hoeft, liever niet, want het is gewoon ook werk. Dus we gaan eens even kijken wat we daar aan gaan treffen. Of als de 4x4 is, hebben we helemaal een probleem. Dan moet hij sowieso dollystel. Duimen jullie mee? De melding waar we naartoe onderweg waren was loos, maar ik zie hier wel een andere melding staan, denk ik. Ik zag hier een auto op de vluchtstrook staan. Dus gaan we die even verder helpen, als het lukt. Volgen. Hey, meteen, baanrecht. Hallo. Hallo, ik sta op de A15 links, 62. Maar zeg maar bij de oprit bij Barendrecht, maar daar staat hier geen paaltje, dus ik weet uit mijn hoofd even niet welke letter dit moet zijn. Ga ik je even helpen, moment. Ja, graag. 62 zeg jij een beetje. Ja. En dan sta ik zeg maar, als je A15 links hebt, sta ik zo rechts mogelijk. Dus echt bij de oprit. Ja, daar ben je. Heel dat boy is mine. 62-2 Delpa, je staat in november, je staat net voorbij de oprit. De hoogte van het puntstuk, van de oprit en de november dan. Ah, geef het een naam. Ja, toch? Ja. En eens even kijken, heb je iets voor me nodig dan? Of, Heb je iemand in de buurt of niet? Want ik ben bang dat ik het dollystel moet gaan opbouwen, want ik heb er al een achterop staan. En het is een Volvo, ik denk een 4x4, maar ik weet niet zeker. Ik heb niemand echt in de buurt, man. Je moet allemaal een steunpunt afkomen. Nou goed, dan ga ik even kijken wat het, of die mee kan, eventueel zo. Ja. En anders ga ik jou bellen voor een wisje. Ja, is goed. Ja? Oké. Okay. Thank you, doei. Tot zo, hoi hoi. Oh ja, een melding moet ik natuurlijk wel hebben, dat heb ik helemaal niet gevraagd. Nee. Oh, die hebt hij voor mij gemaakt. Wat is er nou met de auto? Lekker band. Oh nee, helemaal gespeeld. Oké. Sleutel, ga ik hem er even opzetten. Ja. Ik kreeg hem echt niet naar achter. Laat de motor expres even draaien, want dan schiet hij niet op de handrem. Anders hebben we natuurlijk echt een probleem. Ik laat de motor even draaien hoor. Van de auto. Ik laat uw motor even draaien, want anders schiet hij op de handrem. Ja. Dus hij is nog aan. Nee, dat hoeft niet. Daarom laat ik hem ook even draaien, want dan blijven de achterwielen gewoon vrij lopen, zeg maar. Hallo. De november op de A15 links 62-1 ben ik weer weg. Hey, het is gelukt, mijn man. Ja. Het was... Dankjewel. Oké, bedankt. Tot de volgende. Tot later. Hoi. Met wie ik contact heb gehad, heb gezegd dat ik moet straks weer bellen. Ja, normaal wel. Maar nu niet, omdat ik u bij hun af ga zetten. Dus we kunnen daar gewoon naar binnen lopen. Oké. Okay. En dan gaan ze u helpen. Ja, ik weet niet wie ik heb gebeld eigenlijk. De Volvo service, maar die sturen dan de ANWB. Ah. Dus ik ga hun nu gelijk bij de ANWB afzetten. Ja, ja. En je hebt nog een pech. Ja, een lekker band. Nou, ik ben blij dat ik ik ga dit door. Ik was echt een paar seconden dat ik dacht, eentje, dit is niet goed. Mm-hmm. En
ik zag al die auto's en ik moet stoppen. Ik wist het wel, ik moet stoppen. Ja. Ja, dat is wel handig in zo'n geval. Even kijken, ga ik even hier afzetten. Dan kunt u daar naar binnen lopen. Hier is een heel klein parkeerplaatsje. Hij is echt goed gescheurd, ja. Kijk zo. Graag gedaan. Als u zich daar binnen meldt, moet het denk ik goed komen. Misschien dat hun zeggen dat u Volvo alsnog moet bellen. Maar hun gaan u in ieder geval helpen. Oké, dag. Dankjewel. Er kwamen nou weer allemaal meldingen binnen. Dus nu gaan we echt even snel deze BMW eraf gooien. Want anders blijven we met dat ding rijden. En die meneer zit ook gewoon op zijn leenauto te wachten natuurlijk. Hoi, kun jij naar de A15 rechts 59? Ja. Ja, want ik zie er eentje op de overheid aanstaan op 15 links. Ja. Die val. Ja, dat zijn we natuurlijk mooi gelul. Dus ik ga nu gewoon naar Rome draaien. Ja, ik ben nu bij Rome, hè. Ik heb die BMW nog achterop staan ook. Zal ik die even lossen dat jij die gevallen melding pakt en dat ik daarna naar die andere toe rijd? Anders blijf ik met die BMW in de rond te rijden. Ja, ga die BMW lossen. Ik ga naar 955 en dan ga jij naar de overheidbaan. Overheidbaan, ja. En daarna ga ik die jongen in Vlaardingen die leenauto brengen. Maar anders is het ook wel lullig als we daar pas om 10 uur aankomen. Even kijken welke vervangauto die meneer krijgt. Gaan we snel naar Vlaardingen en weer door, want het is best wel druk. Alles loopt door elkaar heen, valt precies niet in de goede volgorde. Maar ja, dat hoort er allemaal bij. Ik ga even het kenteken opschrijven van de auto die we nu net bij ons andere terrein hebben neergezet. Daar rijden we altijd op wat kenteken is en of die rijdt of dat die rolt. Als die bijvoorbeeld niet start, dan start die niet. Dus schrijf je dat ook niet op, dan zet je rolbaar. Maar deze rijdt natuurlijk gewoon, want hij heeft alleen een lekker band. Maar dan kunnen ze hem nog terugvinden. Anders, je hebt natuurlijk aan een autosleutel normaal thuis heb je geen kenteken hangen. Maar omdat wij hier soms wel 100 autosleutels hebben, is het toch wel makkelijk dat je weet over welk voertuig het gaat. Zo. Deze man levert een 1-serie in. Hij krijgt een 6-serie Gran Turismo mee. Dat zijn de betere deals. Kijken waar ik mijn Clio in kan ruilen voor een Arcana of zo. Een beetje soortgelijk. Echt, al die spiegels onder het water. Ik zie geen reet de hele dag. Auto zou ik best op vakantie willen gaan. Mooi ding. Zeker vroeger, zeg maar toen ik 18 was, toen was 6 serie natuurlijk wel het model. Of een M5. Maar 6 serie is wel heel mooi. Ik ben wel echt een BMW fan ook. Persoonlijk heb ik dat liever als een Mercedes of een Audi. En dat, heel veel mensen gaan nu zeggen ik ben gek, maar ik vind BMW echt mooi. En waar wij op kantoor vooral ook vaak discussie over krijgen, is mensen die dan zeggen van ja, ik rij in een, ik noem maar wat, wat zou ik noemen, een Skoda Superb. En ik krijg
een Kia Ceed mee als vervangauto. Die is natuurlijk wat kleiner qua ruimte. En dan proberen ze ons om te praten om een andere auto te krijgen. Maar wat heel veel mensen niet weten is, wij krijgen zeg maar in ons systeem krijgen we een melding met een achternaam en een kenteken. En dat is de auto die wij uit moeten geven. Wij kunnen niet verder uitkiezen van, oh jij krijgt die auto, jij bent minder leuk, dus jij krijgt een kleine auto. Dat is niet aan ons. Dat wordt vanuit de alarmcentrale bij Logix, wordt die auto ingezet op een naam. Dus wat voor auto je krijgt, ja, daar hebben wij geen keuze in. En net als deze meneer, je ziet heel vaak bij BMW, die hebt daar denk ik speciale afspraken over, dat iemand die een BMW pech heeft met zijn BMW, een andere BMW krijgt. Ja, en als er dan bij ons toevallig een 6-serie staat, in plaats van een 1-serie waar die meneer nu in rijdt, dan krijgt hij een 6-serie. Want zo zijn de afspraken blijkbaar gemaakt. Maar ik heb daar geen invloed op en de dames bij ons op kantoor ook niet. Maar die krijgen dat wel vaak over zich heen. Van ja, ik wil een grotere auto of een mooiere auto. Ja. Sorry, kunnen wij niks aan doen. Nu hier rijden moet ik ergens aan denken. Je hebt natuurlijk de botlek hier, de regio Rotterdam, heb je natuurlijk al die lampjes die bij die fabrieken branden. Dat is een verhaal van mijn moeder nog, of van mijn vader, een van de twee. Die bracht mijn oma thuis na kerst. En dat is echt al lang geleden waar ik het nu over heb. En toen zei ze dus, wat leuk joh dat ze dat doen voor de kerst, al die lampjes aan. Maar dat zijn gewoon allemaal werklampen van die fabrieken. Hoi. Volgens de navigatie ben ik over 5 minuutjes bij je met de leenauto. Is goed, ik krijg al van 6 graden. Oké, okay, zie me zo. Tot zo. Hoi. Ik heb een goede upgrade voor je. Wat zeg je? Ik heb een goede upgrade voor je. Echt? Een 630i. 630i? Ja man. In plaats van een 118. Ja, goed. Ik zei net ook al, ik wil ook zulke upgrades, man. Ja, door BMW natuurlijk. Ja, nou, goede deal. Ja, tuurlijk. Waar wil je hem hebben? Huh? Waar wil je hem hebben? Zet maar hier af, dan rijd ik hem even op. Oké. Okay. Maar ik woon hierachter. Oké. Okay. Maar ik heb jou hier al een keer met pech geholpen. Ja, ja, hè? Ja, zo vaak al. Toen ik hier de straat in reed, dacht ik, ja man, dat was het. Ja, maar ja, weet je hoeveel mensen ik zie op een dag? Ja, dat is te veel. Ja, echt veel. Maar is het mooi? Ja, tuurlijk. Ja, want toen had je die site net, zei je. Ja. Toen ben ik gelijk Tim... Ja, goed bezig. De Berger. Ja, lekker man. Nou, goede auto, hè? Ik ga er zo even in rijden, ziet wel zo. Ja, toch? Ja man, maar alles valt ook ongelukkig, zeg maar op verkeerde plekken, weet je wel. Dan ben ik net weg hier uit Vlaardingen en dan sta ik ergens in Zuid en dan valt er weer wat in Vlaardingen. Ja, heel de tijd heen en weer aan het rijden. Nee, je bent toch niet de enige? Nee, dat niet. Maar toch. Druk man. Maar goed, is niet erg hè, liever dat er stil zitten. Sowieso. Ik denk dat ik deze gewoon hou. Ja. Druk het maar uit. Nou ja, ten opzichte van een 1-serie is dit natuurlijk wel een mooie upgrade. Al is er met een 1-serie ook niks mis. Nee, helemaal niet. Ik vind die... Hoe meer die drinkt, hè? Ja. Ik vind die... Moet hem... Ja, dan pakt hij die parkeersensor. Hij ziet natuurlijk die grond heel dichtbij. Dan denkt hij, oh, je rijdt ergens tegenaan. Dan slaat hij op de rem. De rem, ja. Dat heb ik ook met die 1-serie. Ja, dat is heel irritant. Gelijk 4 wielen die dichtslaan. Oké, geef ik jou alvast de sleutel. Dan ga ik even die website erbij zoeken. Logix. Oh, die geboortedatum staat verkeerd, man. Hij staat hier dat je uit 1954 komt. Oh, ook goed. Dit vakje even een krabbeltje zetten. Dat kan je ook doen. En hieronder ook. Dat kan je ook doen. Ja, staat er toch bij. Even kijken hoor. Ja, dan klopt hij verder. Succes. Wil je nog wat zeggen? Superman. Ik zie je. Ciao. Yo, graag gedaan. Hoi. Altijd leuk, tevreden klanten. We gaan naar Rotterdam. Nou, één tevreden klant verder. We gaan weer weg uit Vlaardingen. We gaan nu naar Rotterdam-Zuid. Gaan we auto ophalen en die binnen Rotterdam-Zuid gelijk weer wegbrengen. En als we dat hebben gedaan, staat de volgende in Rotterdam-Zuid ook alweer voor ons klaar.
Dus al met al een drukke avond. We gaan die kant op. Gek. Ik weet niet wat ze aan het doen zijn, of dat ze dat aan het reinigen zijn of zo, maar het ziet er wel spectaculair uit, al die stoom. Hey, heb je aanrijding gehad of zo? Nee man, hij schoot zomaar los man. En je bumper dan? Oh, hè? Hij gewoon letterlijk, hij schoot gewoon los man die man. Toen ik hem ging keren, hoorde zeg maar die gekke geluid van beneden. Ja. Losgeschoten man. Gek. Hij heeft ook net gecheckt, hij heeft even wat gedaan, ik weet niet wat. Ja. Maar hij zei wel dat ik niet zo verder kan rijden. Nee, lijkt me niet handig mee. Maar, is je... Wat zei hij, aandrijven als los of fusé? In die melding staat fusé, maar ik kan niet zo goed zien. Want ja, dan ligt het er even aan hoe ik hem mee ga nemen, snap je? Want als ik hem nu achteruit erop ga trekken, ben ik bang dat ik jouw bumper ga raken. Geen idee, man. Eerlijk gezegd. Als je stuurt, doet hij dat nog? Of beter niet? Even kijken. Oh, ja, oh. Wel, hou me zo. Oh ja. Heel je. En je aanrijvas ligt eruit en je fusiekogel is gewoon dwars de midden. Voor allebei. Ja man. Leg ook allemaal olie uit. Oké, ik ga hem achteruit erop trekken, maar dat wiel gaat er alle kanten op. En waar we hem heen gaan brengen, is dat huisadres of zo? Nee, is garage. Is garage. Ja toch. Oké. Is goed, ik maak even fotootjes, dan ga ik hem opladen. Als die zo blijft gaan, is perfect. Stappen man. Letterlijk, ik zat misschien een uurtje te rijden. Ja. West, zuid, dit, dat. Dan, ik wou mijn vader van hier ophalen. Ik draai één keer naar links, ik hoor pam. Breekt gewoon af. Hij breekt gewoon af. En dat is wel echt gek. En letterlijk, toen ik zeg maar die uurtje van tevoren ging rijden daarvoor. Ja. Ik hoor helemaal niks man. Geen niks met die band, alles ging gewoon perfect. Maar hij... Ik draai één keer naar links en gaat pam. Dood. Hij is ook al helemaal geroest, die verzeker. Ja. Heb je gezien zelf ook? Ja man, ik heb het gezien man. Die ANWB-man zei ook tegen mij. Maar weet je wat ik raar vind, broer? Ik heb een paar maanden geleden, zeker misschien 3-4 maanden geleden, ik heb APK gedaan. Dus hoe ken je nu op zo'n tijd, hè? Ja, dat is wel raar. Ik ken toch? Nee, dat hadden ze wel moeten zien. Snap je? In ieder geval dat hij zo geroest was, hadden ze tegen jou kunnen zeggen van... Die zou ik wel vervangen. Ja. Misschien dat hij geen speling had nog, dat hij niet afkeur was, maar... Echt veilig is dat ook niet. Maar nu is het hier, hè. Voor hetzelfde geld gebeurt op de snelweg en dan? Broer, ik moest met deze auto moest ik 3-4 jaar lang naar de haven gaan rijden, helemaal naar Maasvlakte. Ja. Ik heb nu zeg maar een weekje klaar met mijn werk, dit gebeurt er. Laat staan als het daar zou gebeuren. Ja. Dat is eigenlijk wel gevaarlijk. Ja. Maar het is daar zo man, broer. Waar je die witte wakkie daar zo ziet, is daar tegenover. En zeg maar hoe je daar komt, is alleen via hier links. Kijk, niet deze al voor elkaar, maar daar zo, precies de garage daar. Kijk, hij staat wel mooi een plek voor de deur, zeg maar ja. Ja. Hoe wij daar komen. Precies.
Ja, voor die bus dan denk ik het beste. Ja, die is ook iets groter. Het lijkt heel makkelijk, maar... Moment van de waarheid. En anders verzinnen we wel wat, joh. Het komt altijd goed. Dat ongeluk was ook links voor, of niet? Daarom kraakt je deur zo. Welke? Deze deur. Deze. Hij kraakt toch? Ja, was door het ongeluk ook. Waarschijnlijk wel, man. Ja. Want ik heb precies aan dezelfde kant ook. Ja. Niet van harte, maar hij staat. Kijk, dit is je draagarm. Die zit normaal hieronder. Dit is je fusee-kogel, deze. Normaal zit die fusee-kogel hier in het gat en zo zit je wiel dus aan elkaar. Nou, dat die los is geklapt, zie je ook de aandrijfas losgekomen uit de versnellingsbak. En staat heel dat wiel dus zo scheef. Gaan wij snel weer verder. Ja, toch. Super bedankt. Ja, geen probleem. Ja, toch. Thanks, man. Fijne avond verder. Oh, ja, sleutels erin. Vergeet je raam niet dicht te doen, man. Sorry. Yo, ciao. Het was weer het einde van een drukke werkdag. Vorige video vonden jullie leuk allemaal. Dus we dachten, we doen het nog een keer. En pak er nou helemaal goed uit, gaan we hier een standaard ritueel van maken. Dus nogmaals, hoop ik dat jullie het leuk vonden. En voor nu, maak het niet erger, bel een berger. En tot, ik zeg normaal volgende week. Maar misschien is het dan al eerder. Als je nou abonneert, krijg je een melding als er een nieuwe video online staat. Tot dan!